Wij gaan naar een muntje toe. Wij gaan 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 naar een muntje toe. 1-0 tegen Rusland, dus München is nog wel een stukje weg, hoor. Ben je gek, man. Ik heb echt alle vertrouwen in die oranje klant, hoor. Oh ja, en dat moet af, want we komen over 2 kilometer... ongeveer 10.000 Engelsen tegen, Harry. Ben je er bang voor? Ja, daar ben ik bang voor, ja. Lafaard. Nee, we hebben Johnny Oldbosman in de spits, We hebben Johnny Oldbosman in de spits. Over de voorhoede gesproken, ja. Die moet heel anders. En dat vindt Johan Cruijff ook. Een opinie. Nou, als ik dat zou moeten doen, dan zou ik zeggen, nou, Gullit gaat rechts buiten. Om twee redenen. Ten eerste komt die back natuurlijk nooit meer op. Dus dat ben je al kwijt. Tweede, kan hij zijn voet aanspelen. Hij kan 1 tegen 1 zeer goed voetballen. Dan legt de grootste ruimte. En wat gaat dan een laatste man doen? Dus Gullit kan je dan twee kanten op. Je kan hem in een diepte aanspelen. Wat hij dus eigenlijk in de Feyenoordtijd zeer succesvol erop gedaan heeft. Nou, of ik nou in het middenveld sta of je ziet daar muren staan. Die bijna elke draaibal achter een verdediging om kan spelen. En Gullit, die dan op een gegeven moment daar speelbaar is. En Gullit kun je ook eens voeten spelen dat hij alleen gaat. Nou, wat doet die laatste man? Gaat hij weg? Ja, dan komt automatisch Van Basten alleen in de spits te staan. Dat is ook alleen maar prettig. Je kan dus twee kanten op, je kan combineren, je kan iemand individueel laten spelen en je kan de diepte inspelen. Gullit op rechts en verder. Nou, dan heb je dus Van Basten in de spits. En dan gaat Bosman erachter. Bosman is dus ideaal vanuit de situatie waar iemand de aandacht afleidt. En dan gedijt hij natuurlijk. En dat is dus in Herzalte gebeurd met Gullit. Gullit die op een gegeven moment loopt of een actie doet of weet ik van wat. Even de aandacht afleidt, komt die bal voor, dus Bosman om erin te leggen. Nou, dat is ook zijn grootste kwaliteit. De ster van dit toernooi, nummer 9, Johnny Bosman. Johnny een beetje vast? Nee, helemaal niet. Dat was hartstikke in vorm. En hij zei tegen mij ook, het kon niet beter. Hij was er klaar voor. Dus. Oh, dat zei hij? Ja, door de telefoon. Dus hij had er echt zin in. Dus jij daarvan, die is er klaar voor? Ja, nou, hij is er ook klaar voor. Dat zie je ook wel. Vond je wel erg netjes. Ik bedoel, je had hem toch al een keer een kegel kunnen geven of zo? Ja, goed. Ik ben niet echt de type om ellebogen te gebruiken. Nee? Dat hebben we wel nodig. Anders komen we niet aan het doelpunt natuurlijk. Ja, dat heb je gelijk. Ja, maar ik denk dat ik toch een paar ballen goed teruggelegd heb. En, goed, als hij die bal raakt, dan moet je toch een beetje duwen. En het klein duwtje is genoeg om niet ver weg te laten koppen. Ja. En dan moet je geluk hebben dat die bal bij ons valt. Ja. En dat is toch wel een paar keer gebeurd, dacht ik. Ja, je stond zo keurig naast hem, weet je wel. Zo af en toe zo met je handen zo. Dat was het dan denk ik van, kom op, bom, weet je wel. Ja, dat heb ik al gezegd. Ik ben niet zo type. Ik doe het meer op de techniek. Hè. Ja, maar die kans zullen we toch op moeten, hoor, die toernooi. Ik denk dat het nodig is, ja. Ik denk dat iedereen het gevecht moet aangaan en alles geven. Je bent nog niet aangeslagen, hè, na de nederlaag tegen de Russen, hè? Nou ja, je rekent er niet op, hè. Dus we zijn wel teleurgesteld. Teleurgesteld. Kom op, John. Ja. Kom op, John. We gaan het maken tegen de Engelsen. Ja, nou? Dat is wel nodig, hè. Ja. Nee, dat is toch een ABC. Gewoon 2-0 tegen die Engelsen. 2-0? Ja. En dan die Ier, die kunnen we ook makkelijk hebben. Dus er is niks aan de hand, hoor. Ja. Er is niks aan de hand. Dat geef wel. Nou ja, het is weer een moeilijke wedstrijd. En, het is erop of eronder, hè. Dus allebei moeten winnen. Ja, nou. Maar ik denk dat wij genoeg zelfvertrouwen hebben, want we hebben toch goed gespeeld. Ja. Dus het moet kunnen. Met je vrouw, je krijgt ook niet de goede voorzet, hè? Daar kunnen we ook wel even een beetje over klagen. Ja, kijk je... Want dit is niks natuurlijk. Van het schip, die maakt er echt geen hout van. Nee. Die komt niet met de goede voorzet. Nee, maar die staat op links natuurlijk. Ja. En ik heb ze het liefst van de achterlijn natuurlijk. Ja, ze moeten tot de achterlijn en dan maar voor. Maar dat is moeilijk om daar te komen. Dus dan krijg je ze meer van achteruit, die is ballen. Niks. En dat is inderdaad moeilijk. Sta je met je rug naar het doel? Ja. Dus wat hebben we daar nou aan? Ja, goed, dat ze daar nou geen rekening mee houden. Ik bedoel, anders komen we nooit in die goals, John. Nee. Ja, goed, dan moeten we op een andere manier proberen. Ja?
Maar je hebt nog zelfvertrouwen genoeg? Jawel hoor, jawel. Want je vriendin die zei dat je was er helemaal klaar voor, je was kipfit. Ja, dat was ik ook, ja. Je bent er klaar voor? Ik ben er nog steeds klaar voor. Ja. Dus dus je gaat het doen tegen die Engelsen? Het zou moeten, hè. Oké, okay. Hoeveel ga je er maken? Ja, dat moeten we wel even weten nu. Ja. Ja, jij zegt dat ik 5 zou maken, dus... Ja, 5. We moeten minimaal 2. Dus moet ik er nu, om het gemiddelde te blijven, moet ik er 2 maken. 2 goals. En vergeet niet de duim, hè. Oh ja, ja. Vergeet je hem niet, want iedereen rekent erop dat we wel de duim zien. Oké, die zal ik niet vergeten. Zou je het ook leuk vinden om spandoeken te zien tegen Ierland voor jou? Met de duim erop? Ja, bijvoorbeeld met de duim erop. Ja? Ja, dat zou ik leuk vinden. Dus de mensen die naar Ierland komen kijken, Nederland-Ierland, die moeten even een spandoekje voor jou meenemen. Ja, ja. Hè? Met de duim erop. Dat herinnert me nou dat ik de duim op moet steken. Dat je de duim op moet steken. Oké? Ja, dat is prima. Goed. Ja. Wat is het voor een flauwe kul dat Johnny Bosman zijn duim op moet steken als hij scoort? Ja, die moet even zo doen, ja. En dat toontje van jou, dat pep talk toontje tegen zo'n speler. Wie ben jij, Carlotti? Ja, jongen, die jongen zit in een dal. Dan heb ik hem even uitgehaald. Dus als hij scoort, dan heb je dit voor 80% aan mij te danken, hoor. Nou, hij scoort niet, Harry. Nee? Nee, want Johnny Bosman speelt niet. Nee. Gek, hè? Gek, hè? Je bent gek geworden. Ze gaan door het open grond. Ze gaan over de grond door het midden. Johnny Bosman speelt niet? Nee. Even een vraagje van mij aan jou, hè? Ja. Als Bosman niet speelt, wie speelt er dan wel? Marco van Basten. De beste speler van de eerste ronde... Roberto Donadoni van AC Milan. Een mini portretje. Qui gioca Donadoni e van Basten sul panchina. A Milan quando gioca van Basten Donadoni e sul panchina. È strano, no? Ma è strano. Io nel Milan ho giocato tutto il campionato, le ultime 3-4 partite ci siamo alternati, mi sembra una cosa giusta anche perché van Basten ha avuto un campionato piuttosto sfortunato, aveva bisogno di giocare e quindi mi sta benissimo così. Sì. Quando Italia gioca la Olanda, lei gioca o Berry van Aarle o Adrie van Tichelen. Conosce? No, onestamente non li conosco personalmente, non so bene che caratteristiche abbiano, però nel caso in cui dovessimo incontrare l'Olanda, sicuramente prima ci vedremo qualche cassettina, qualche gara, perciò avremo modo di studiarci gli avversari. En dan nu de Rinus Michels jingle. De generaal, de generaal, de generaal, de generaal. Hey, doe maar even een lol en kondig even de Berry van Aarle jingle aan. Nee, Harry. Ja. Jij moet nu naar Erwin Koeman. De bank zitten. Ja, voor mij is het mijn broer. Tje, want ik ben de oudste dus. Maar misschien dat het voor de meesten andersom is, omdat hij meer in de publiciteit staat. En omdat hij volgens de meesten misschien de betere voetballer is. Ja, jij bent de broer van Ronald Koeman. Ja, maar zo zie ik het dus niet. Ja, maar zo ben je wel natuurlijk. Ja, voor jullie misschien wel, maar dat... Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat begrijp ik. Dat vind jij vervelend natuurlijk. Ik vind dat helemaal niet vervelend. Waarom zou ik? Voor mij is het mijn broer. Ja? Het zou eigenlijk moeten zijn de broer van Erwin Koeman natuurlijk. Ja, maar ik zeg, voor de meesten is dat niet zo, omdat hij gewoon internationaal gezien meer presteert dan mij. En nou ja, dan voor de meesten is het inderdaad dan... Is hij beter? Volgens jullie misschien wel. Even zuchten, ja. Even zuchten. Volgens jullie waarschijnlijk wel, maar... ja, volgens jullie. Volgens mij niet, nee. Volgens jou niet? Nee. Nee? Nee. Hij is niet beter, dat stellen we nu vast. Nee, ik vind het niet, nee. Tot zover dit gesprek met Erwin Koeman. Kan dan nu die Berry van Aarle jingle komen? Hey. Berry van Aarle! En dan nu de Berry van Aarle jingle. Berry van Aarle. Wat u nu gaat zien, vinden wij verreweg het leukste beeld van dit toernooi tot nu toe. De Deense nummer 9, elk jaar Larsen... die keihard op de tenen van de Spanjaard Michel trapte. Preben Elkjaar, de eeuwig vermoorde onschuld... en het van pijn krimpende genie Michel... in een Laurel en Hardy-achtige sketch.
Hoe mooi is dat contrast van een leidende Michel en de tevreden glimlach van elk jaar Larsen. Een vraaggesprek. We wilden het even hebben over de eerste helft van Spanje tegen Denemarken. Het moment met Mitchell. Kan je het herinneren in het strafschopgebied? Ik heb op zijn voet getraind. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, maar dat was niet bedoeld, dat stond achter mij. Was dat geen opzet? Natuurlijk niet. Want ik zag het in beeld en je zag jou staan. Hebt u misgezien? Ja? Ja, zeker. Was het per ongeluk weer? Ja, ongeluk. Was het een ongelukje? Een ongelukje. Maar dat was niet erg, hè. Want je zag ineens, zag je Michel, hem staan. Michel op één been staan. Die stond te dansen, ja. Ik weet. Maar hij was niet erg. Was niet erg? Nee. Ja, je gaf hem een klopje op zijn schouder en je zei, je kon er niks aan doen. Ja, als hij achter mij staat, is moeilijk, hè. Ja. Ik heb geen ogen van achter, hè. Oh, dus het was een ongelukje? Ja, een ongelukje. Ja. Kijk je in het vervolg? Als u goed nakijkt, dan ziet u dat zeker ook. Ja? Ja, daar ben ik zeker van. De mop van Rob. Heb je nog een mop, Rob? Moppen, weer een mop. Ja. Nou, even denken. Wacht even, je weet hoe twee zeejongetjes paren. Dat is, zoals de Duitsers zeggen, al te kuug, hè? Tegen de klip op. Ja. En twee egeltjes heel voorzichtig, dat is allemaal bekend, hè? Ja. Maar twee zebra's, hoe die je doen? Nee. Streepje voor streepje. Maar nog niet weggaan. En twee ezels, weet je hoe die paren? Nee. Steeds met dezelfde partner. Oh. Nou, ezels, hè. Ezels, hè. Daar even verder werken. En dan nu de Frank Rijkaard jingle. De meest opzeeende taal van het toernooi werd gebezigd door Søren Lerby tegen onze scheidsrechter Beb Thomas, nadat Beb samen met zijn vlaggenmaat John Blankenstein de Denen had genaaid. Søren, je was nogal kwaad, hè, tegen Beb Thomas? Ja, ik vind hem echt een hele goede scheidsrechter. Iedereen maakt fouten. En onze Beb, ik ken hem goed. En ik had te veel verwacht van hem. Ja? Ik denk, hij helpt me wel. De gravin helpt niet, man. Nee, ik denk, dit zou er niet gebeuren. Maar... En ik heb voor de wedstrijd al gezegd tegen die jongens, dat zit wel goed. Ja, de Nederlandse scheidsrechter, die kunnen we verstaan. Maar... Amsterdamse jongen. Ja. Niks aan de handje. Ja, hoor. Ja. Maar daar ging Beb, hè? Daar ging Beb. Maakt even een foutje. Ja, nou goed. Maar wat heb je tegen hem gezegd na afloop? Want we zagen jou dus een hele tijd in beeld schelden tegen hem. Close-up, hoor. Ik heb... Ja, je hoeft niet de scheldwoorden te zeggen. Nee, maar ik heb... Gewoon... Ik was gewoon even niet blij met hem. Nee? Nee. Dat tactische jargon. Vooruitverdedigen. Meevoetballende keeper. Alsof hij sowieso niet meedoet. Insnijden in de 16. Ik snap er zo langzamerhand niks meer van, hoor. En volgens mij begrijpen die spelers het ook niet. Johnny van het Schip. Bijvoorbeeld derde man zoeken. Dat houdt in dus dat je op een bepaald persoon inspeelt. Ja. En dat er dan een andere man weer ingeschakeld wordt. Dat noemen ze dan de derde man. Dat weet jij wel. Nou, dat weten wij wel, ja. Jullie waren hem een keer kwijt, hebben we Ajax, hè? Ja, we zijn hem een periode kwijt geweest en toen liep het ook niet. Toen hebben we extra hard moeten trainen om die derde man weer te zoeken. Ja. Maak jij genoeg acties? Dat heet ook zo, hè? Acties, ja. Acties maken, ja. Dat heette vroeger een man passeren, hè? Ja, nu ook nog wel, maar we geven er een ander woord vaak aan. We hebben ook de neutrale man, hebben we ook nu. Ja? Dus de bal neutraal maken, dat is, hebben we heel veel op getraind. Dat wil zeggen dat je op een gegeven ogenblik vanuit een situatie waar zeg maar op je gejaagd wordt, dat je de bal
in een vrije ruimte speelt, ja, waar een neutrale man staat. In veel gevallen is dat Koeman. En die heeft dan weer de tijd om, om het spel weer... Dus die is dan neutraal? Die noemen wij dan neutraal, ja. Oh, ja. Ja. Dat kan je nu goed, de bal neutraal maken? Dat is meer een elftal taak, ja. Ploegtaak, ja. Ploegtaak, ja. Dat is ook weer zoiets. Jij speelt nooit met de punt naar achteren, of wel? Nee, ja, of je moet op het middenveld staan, ja, hè. Ik speel een beetje terughangend, noem het een beetje hangend, hè. Oh, jij bent de hangende spits? Hangend op links, ja. Hangend op links? Ja, een beetje aanvallend linker middenvelder. Oh, dat. Of hangend links buiten. Ja, ja. Zo heet jij nu? Ja, dat is ongeveer de term die voor die plek wordt gebruikt, ja. Maar het is nogal wat, hè, al die termen, hè? Ja, je moet tegenwoordig een aardige woordenboek bijhalen, wil je het allemaal gaan begrijpen. Kun je het nog wel volgen? Jawel. Ja? Ja. Schrijf het steeds op en dan schrijf je de betekenis op. Het is 's avonds gewoon op de kamer steeds herhalen met je slaapie. En dan overhoor je elkaar eigenlijk. En dan moet je het in de wedstrijd moet je het begrijpen. Ja. Want die tactische besprekingen, ja, dat zullen inderdaad wel... Ja, dat... Dat is natuurlijk waar het om gaat, hè? Dat het hele elftal begrijpt waar het om, wat ermee bedoeld wordt. Wat is er na de rust gezegd tegen Rusland? Wat zei hij toen? Wat waren de termen die veel vielen? Dat er te weinig diepte. Zat er weinig diepte in? Ja, nou was het moeilijk tegen die Russen omdat die laatste man er veel achter speelde. Het gevecht werd niet geleverd in de 16. Oh. Dat was, en het was ook al zo, dus er kwamen veel ballen eigenlijk, werden erin ingebracht, maar het echte gevaar, of de uitvallende ballen, die waren voor de Russen meer. Heet dat uitvallende ballen? Ja, dus de ballen die weg worden gekopt, of weg worden geschopt. Goed. Dat heet de uitvallende bal. Dit was het voor vanavond. Goed nieuwtje. Nederland wint zometeen met 2-0 van Engeland. Hey, 2 doelpunten Bosman. En Nederland plaatst zich ook nog voor de halve finale. 2 goede nieuwtjes. Dat belooft dus een hele vrolijke avond te worden. Een hele gezellige avond. Wij zijn er weer aanstaande zaterdag om 7 uur op Nederland 2. Ja. Precies. Shit. Dan doe ik het weer. Ja. Kan ik weer naar de hakkenbak. Ja, waarom doe je dat nou, Eikel? Ja, dat heb ik gewoon in dit land. Dat kan ik ook niet helpen. Achtste paar schoenen, weet je dat? Ja, en we zijn helemaal aan de andere kant van de stad. Ja. Hier in de hakkenbak. Ik ga niet mee, hoor. Ja, je gaat wel mee.